De gemeente Bergendal gaat het kerkplein in Bredeweg vergroenen. Stenen op het plein maken plaats voor groen, zoals planten en bomen. In een groene omgeving is minder wateroverlast en verdroging. Regenwater kan wegzakken in de grond en komt daardoor niet in het riool terecht. Dinsdagmiddag werd symbolisch de eerste steen verwijderd door wethouder Ria Barber om de start van de metamorfose in te luiden. We weten met z'n allen dat we, overal gebeurt het langzamerhand, dat er heel veel versteend is in allerlei gemeentes. En die stenen moeten er gewoon uit. We hebben hier bijvoorbeeld heel veel last met de grote regenbuien, wateroverlast. En daarnaast zien we steeds meer de hitte. Nou, je kunt je voorstellen, die stenen hier allemaal, wat een hitte dat die uit gaan stralen. En daarnaast wordt het ook veel mooier natuurlijk. Het wordt veel groener. Vooral aan deze kant gaan we dat doen. En die kant blijven wat parkeerplaatsen wel. En hier in dit dorpje zijn ook wat kleinere evenementen. En die kunnen ook nog op het plein plaatsvinden. Maar het zal ook leuker worden. Want in een mooie groene omgeving is zoiets ook veel leuker om te doen, denk ik.